Zo, welkom bij deze video over de deltoïdius, ofwel de schouderspier. We kennen eigenlijk twee schoudergroepen. Dus de global stabilizers, dat zijn de kleine spiertjes die de kop en de kom bij elkaar houden. Die zorgen voor stabiliteit van de schouder. En de global movers, dat is de deltoïdius, de grote spier. Die zie je eigenlijk hier zo, die ligt echt heel oppervlakkig bovenop. Dat is een grote spier en die zorgt met name voor de bewegingen. En die is dus ook heel krachtig. Nou, in deze video gaan we dus hebben over die deltoïdius. We kennen een voorste deel, een laterale deel, een zijdeel zeg maar, en een achterste deel. Dus dit is de voorste deel van de deltoïdius. Die zorgt met name dat we dingen weg kunnen duwen naar voren toe. Denk bijvoorbeeld aan bankdrukken. We kennen een laterale deel, dus een zijkant. Die zorgt ervoor met name dat we dingen zijwaarts kunnen heffen. En we kennen nog een achterste deel, die zorgt er met name voor dat onze schouders naar achteren getrokken worden. Dus met name onze borst vooruit, dus onze houding, is die spier, bij onze houding is deze spier heel erg belangrijk. Nou, al deze spieren die hechten allemaal vast hieronder op de bovenarm. Dus als ik wat lager weg ga halen, dan zitten die spieren eigenlijk hier aan vast. Nog een laag weghalen. Die zitten eigenlijk hier aan vast. Dus alle de schouderspieren zitten hier aan vast. Maar als we naar de laag kijken, naar de delen gaan kijken, dan hebben ze allemaal een ander aanhechtingspunt. Het voorste deel hecht vast aan het sleutelbeen. Het laterale deel hierboven aan het schouderdak. En deze zit vast, het achterste deel zit vast aan het schouderblad. Dus hier zie je zo'n rand van het schouderblad, daar zit hij aan vast. Verschillende klachten van de schouderspieren. Bij de rotator cusspieren hebben we vaak te maken, dus die kleinere spiertjes zeg maar, hebben vaak te maken met pezelstekingen of een impingement van een pees. Maar bij de global mover, bij die deltoïdius, hebben we vaak alleen te maken met een verrekking of een overbelasting binnen die spier. En dan hebben we het vaak over triggerpoints. Ik laat je nu even in een ander programma zien wat triggerpoints kunnen doen bij de deltoïdius. Oké, zoals je hier ziet, zie je de deltoïdius. Triggerpoints zijn dus kleine knoopjes die zich ophopen binnen de spier door bijvoorbeeld overbelasting of door stress of door een verkeerde houding. En die knoopjes die zorgen er eigenlijk voor dat er niet voldoende zuurstof bij de spier kan en dan gaat de spier pijn doen. En wat het rare ervan is, dat de spier vaak niet, dat de pijnklachten vaak niet op het punt zitten zeg maar, waar de pijn vandaan komt. Dus vaak zitten de problemen dus hier in de schouder, maar we ervaren de pijn in onze bovenarm. Misschien ken je het wel dat je pijn hebt echt in je bovenarm. Maar vaak zien we dat die klachten dan veroorzaakt worden door wat hoger gelegen in het schoudergebied zelf. Dus niet hier in de bovenarm, maar in het schoudergebied zelf. De achterste deel van de zien we hier, hè, van de schouderspier van deltoïdius, die geeft ook weer een beetje zijkant, achterkant, uitstraling naar beneden toe. Nou, dit was de video over de triggerpoints. Onder deze video staat ook meer informatie over de deltoïdius zelf, waar die aan vasthecht en wat voor klachten die kunnen geven. Dan wil ik je hartelijk danken voor het kijken. Tot ziens. Hoi!